wie is de laatste persoon die je een kus heeft gegeven? Gaat jullie helemaal niks aan. Wist ik gewoon niet heel nodig voor ben toen. Als je moet, dan moet je. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik wilde eigenlijk de Too Much Information tag doen, maar toen bedacht ik me dat ik die eigenlijk al een keertje heb opgenomen. Dus toen heb ik de tag gevonden. 100 vragen die nooit iemand aan je stelt. Het leek me een superleuke tag. Ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat voor vragen erin zitten, want ik zag hem en ik dacht, oké, camera aan, let's go. Dus we gaan zien hoe het uitpakt. Oké, let's go. Vraag 1. Slaap je met je raam open of dicht? Ik moet van mijn moeder met mijn raam open slapen, maar het liefst heb ik hem dicht omdat ik altijd koud heb in bed. Vraag 2. Neem jij de shampoo of conditioner mee uit je hotel? Ik slaap niet echt heel erg vaak in een hotel eigenlijk, maar toen bij de summer break heb ik alle kleine flesjes meegenomen van Rituals. Vraag 3. Slaap je met je dekbed ingestopt of niet? Nee, zeker niet. 4. Heb je ooit een verkeersbord gestolen? Nee. Vraag 5. Gebruik je post-it notes? Ook niet. Vraag 6. Knip je kortingsbonnen uit zonder ze ooit te gebruiken? Dat heb ik wel eens gedaan, ja. Maar niet regelmatig of zo. Ik denk altijd, wow, korting! En dan vergeet ik het alweer. Word je liever aangevallen door een beer of door een zwermbijen? Ik denk door een zwermbijen. Vraag 8. Heb je sproeten? Nee, ik vind het dan wel jammer, want een paar van die schattige sproetjes vind ik wel mooi op je wang of op je neus of zo. Dus nee, jammer genoeg niet. Vraag 9. Lach je altijd op foto's? Ik ben wel iemand die het leukst om te lachen op foto's. Ik ga vooral op een groepsfoto niet zo of zo kijken. Maar op eigen selfies lach ik niet altijd. Maar ik vind het dus wel erg leuk om vooral lachende foto's te hebben. Anders dan vind ik dat je zo onsympathiek of niet spontaan overkomt. Vraag 10. Wat is je grootste ergernis bij mensen? De laatste tijd dat als ze dronken zijn of uitgaan ze opeens boos lief tegen me doen. En hele gesprekken met me gaan beginnen. Terwijl ze nooit aardig tegen me hebben gedaan. Of nooit tegen me hebben gepraat. Dat kan ook. Waarbij ik dan denk, oké, is dat echt puur omdat ik zeg maar bekend ben? Of wil je opeens een vriendschap? Vraag 11. Tel je de stappen die je maakt als je loopt? Nee. Vraag 12. Heb je ooit geplast in de bosjes? Zeker wel. Ik ging altijd vissen met mijn vader. Dan ging ik ook plassen in de bosjes. Met winterkamp ging ik plassen in de bosjes. Echt een paar maanden geleden moest ik heel lang naar de zee. En toen waren we toevallig bij een eilandje. Vraag 13. En gepoept? Ja, ook toen met het vissen met mijn vader. Toen moest ik gewoon heel nodig poepen. Toen, ik was 10 of zo. Nee, dus volgens mij was ik 6. Hallo. Als je moet, dan moet je. Vraag 14. Dans je wel eens als er geen muziek op staat? Ja, zeker wel. Voor de spiegel of in de badkamer of in de douche. Zeker wel. Vraag 15. Bijt je op je pen? Yes. Ik knabbel helemaal op mijn pen, hoor. Vraag 16. Kun je zeilen? Nee, ik word helemaal misselijk op mijn bad. Vraag 17. Hoe groot is jouw bed? Ik heb een twijfelaar, dus het is iets kleiner dan een tweepersoonsbed. Maar eigenlijk als je met mij in bed ligt, merk je daar niks van, want ik ben heel klein. Dus je hebt alsnog de ruimte die je zou hebben in een tweepersoonsbed. Vraag 18. Wat is je favoriete liedje deze week? Dat is dit nummer, Wat Nog Meer, van Keizer. Dat was mijn motherfucking naam, bitch. Wat nog meer? Wat nog meer? Wat nog meer? Wat nog meer? Meer, meer. Wat nog meer? Meer, meer. Wat nog meer? Meer, meer. Wat nog meer? Als ik pull up in die band. Wauw. Zeker wel die dus. Dat vind ik echt een topnummer. Vraag 19. Mannen die roze dragen? Vraagteken. Yes. Vraag 20. Kijk je nog steeds tekenfilms? Nee, ik heb dat nooit super leuk gevonden, denk ik, tekenfilms. Alleen Totally Spies vond ik leuk. En Wings Club. Vraag 21. Wat is je minst favoriete film? Ik denk dat ik niet zo erg snel films zou kijken die ik niet leuk vind. Dus ik weet niet zo goed wat mijn minst favoriete film is. Ik ben alleen niet altijd eens met de films die mijn ouders kijken. Dus misschien wel eens zo'n film. Ik vind te zoetsappige films niet leuk. Of als het echt oude mensen zijn die verliefd op elkaar worden. Ik wil liever dat ze 18 zijn. Dat ik denk, oh, dat leven vind ik ook. Snap je? Vraag 22. Waar zou jij je schat begraven als je er een zou hebben? Weet ik niet. Op een eiland of zo. Vraag 23. Wat drink je bij avondeten? In het door de week water en in het weekend iced tea, denk ik. Of bier. Vooral iced tea. In wat voor saus dip jij je kipnugget? In zoetzure chili saus of in mijn frietsaus van de McDonald's? Vraag 25. Wat is je favoriete eten? Sushi. Sowieso sushi. Vraag 26. Welke film kun je keer op keer kijken en word je nooit zat? Mamma Mia en Verliefd op Ibiza.
Vraag 27. Wie is de laatste persoon die je een kus hebt gegeven? Gaat jullie helemaal niks aan. Vraag 28. Ben je ook een scoutingmeisje geweest? Nee. Vraag 29. Zou je strippen of naakt poseren? Alleen maar strippen dan denk ik voor mijn vriend als ik die zou hebben. En naakt poseren ook alleen maar voor hem dan. Denk ik. Ik denk ook niet dat ik ooit in de Playboy zo zou gaan. Misschien als het echt heel mooi is. Echt mooie foto's. Maar ik denk niet dat ik dat zou doen. Vraag 30. Wanneer heb je voor het laatst een brief geschreven? Volgens mij was dat op school voor Amnesty International. Om mensen uit de gevangenis te helpen. Vraag 31. Kan je de olie van je auto vervangen? Ten eerste, ik heb geen auto en ik heb geen idee hoe je dat moet doen. Vraag 32. Heb je ooit een boete voor te hard rijden gehad? Nee, want ik kan nog geen auto rijden. Vraag 33. Ooit zonder benzine gezeten? Nee. Mijn ouders ook niet, volgens mij. Vraag 34. Favoriete broodje? Broodje met geitenkaas, honing en walnoten. Vraag 35. Het allerlekkerste ontbijt? Een pannenkoek met gekarameliseerd suiker, kaneel en slagroom. Vraag 36. Hoe laat ga je naar bed? Ik probeer nu door de week zo rond 10, 11 uur echt in bed te liggen. En in het weekend ga ik denk ik rond 12 uur, 1 uur naar bed. Soms 2 uur, soms 3 uur. Maar ik heb een hele drukke periode nu. Jullie gaan nog allemaal achterkomen wat ik allemaal aan het doen ben. Maar nu probeer ik echt wel goed ritme aan te houden. Vraag 37. Ben je lui? Niet per se. Ik ben ook lui, maar ik ben ook de laatste tijd heel erg moe. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ja. Vraag 38. Hoe ging je verkleed naar carnaval als klein kind? Ik vier geen carnaval. Vraag 39. Wat is je Chinese sterrenbeeld? Geen idee. Vraag 40. Hoeveel talen spreek je? Ik spreek Duits, Nederlands. Oké, Duits is een heel klein beetje. Guten Tag, hallo. Nederlands, Engels, eigenlijk gewoon. Vlaams, hey. Vraag 41. Heb je een tijdschriftabonnement? Nee. Vraag 42. Wie zijn er beter, Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Het maakt me echt geen hol uit. En ik weet het ook niet, want ik volg het niet. En ik ben ook niet van een van beide fan of zo. En ik ben ook geen basic white girl die zegt Ajax omdat dat een Amsterdamse is, zeg maar. Mij maakt echt niet uit. 43. Ben je koppig? Ja, heel erg. 44. Wie is het beter, Tara of Oprah? Kan ik echt geen mening over geven? Echt niet gewoon. Ik weet misschien ook helemaal niet waar ze over. 45. Kijk je naar soaps? Ik kijk ook echt wel CSI en zo. Ik kijk naar GTST. En ik kijk heel veel Netflix. 46. Heb je hoogtevrees? Ziek erg. Vraag 47. Zing je in de auto? Ik zing nu al altijd mee met liedjes als ik met mijn ouders in de auto zit. En ik ben echt bang dat als ik zelf in de auto zit, dat het dan gewoon een hele karaoke wordt. Vraag 48. Zing je in de douche? Ja, zeker. Vraag 49. Dans je in de auto? Als kan wel. Vraag 50. Heb je ooit een pistool gebruikt? Nee, maar ik wil wel graag een keertje schieten in zo'n schietding. Ik heb nog 50 andere vragen voor jullie, want het is een tag met 100 vragen. Maar wil je dat dan zien, doe dan een duimpje omhoog, want dan maak ik een deel 2 van deze tag. Ik vond het super leuk om te doen. Het zijn allemaal super random vragen en ik hou er wel van. Dus let me know wat je ervan vond. En dan komt er ook een deel 2 misschien, als er genoeg duimpjes zijn natuurlijk. En genoeg leuke reacties. Deel deze video, vergeet me niet te volgen op Instagram. Ik zie jullie van Bergen. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie bij misschien deel 2 van de tag 100 vragen die nooit iemand aan je stelt.